Jongens en meisjes, vandaag zijn we weer in een mooi dokken om mensen te gaan interviewen. We hebben geen idee wie er vandaag op ons pad komen, maar het wordt zeker een mooie dag. De IJsseltuin is nu wel echt ijs. Vorige keer was het niet ijs. Het is nu wel echt ijs. Dat is mooi te zien. In de winter natuurlijk, want het is winter. We gaan mensen interviewen en vragen wat hun mening is en wat ze van dingen vinden. Dus hier zie je een korte compilatie. En niet daar, hier. Welkom bij Interpraat, een combinatie van een interview en een leuk babbeltje. Abonneer op mijn kanaal als je toch bezig bent voor deze content en wil je een part 2, laat het dan onder in de reacties. Hi. Ik ga snel hardlopen, maar ik moet hier wel even van me komen. Dat is een goede vraag, waarom heb je met hem genomen? Gewoon een aardig. En dan gaan we. Dus we hebben onze eerste doelwitten gevonden. Hoe is het met jullie? Goed. Dat is in koor. En met jou, want jij zit hier een beetje naast. Maar... Mag het mooi? Mag het mooi? We hebben een paar vragen voor jullie in petto. En die moeten jullie eerlijk gaan beantwoorden. Ja. We beginnen gelijk heftig. We beginnen gelijk on fire. Hebben jullie een vriendin? Nee. Ja. Wat is de naam van je vriendin? Alessia. Oeh, Alessia. Hoe oud is Alessia? 11. Ook 11. Nee, jij bent ook 11? Ja. Ja? We moeten daar natuurlijk even een vraag over stellen. Wat kleur haar heeft ze? Donkerblond. Donkerblond. Vaar je ook op donkerblond? Of is het eigenlijk... Ja. Ja? Oké. Okay. En als jullie mij nou... Want zie, ik heb natuurlijk niemand. Want ik ben triest. Maar als je nou mij nou een tip zou geven... Hoe denk je dat ik het snelst aan de meisjes kom? Rizzen. Ja, rizzen. En wat is jullie grootste W-Riz? Hij weet het wel. Hij weet het wel heel goed. Wat is jouw grootste W-Riz? Ja, dan moet je zo staan. Zo staan. Zo staan. Ja? En dan moet je, kijk, zo. En dan moet je zo een knuffel geven. Dus hier. Oeh. En jullie, als jullie nou jullie grootste openingszin? Ik weet, jullie zijn 11, dus jullie doen daar niet aan. Maar alsnog? Grootste opening. Dat weet ik niet. Ik zou het niet weten. Jawel. Nee. Jawel. Hoe is het met Sapen? Ja, goed hoor. En met Sven? Goed. Mooi. Heb je een mooie vakantie en een mooi feestdagen gehad? Ja, zeker. Ik heb 22 december heb ik een kerstborrel gehad bij Helma. Met eten en drinken en muziek en mooie dames erbij. Ja. Het klinkt als een mooi feest. Ja, zeker. En met auto niet nog wat gedaan? Ja, wat vuurwerk afgestoken en gratis oliebollen gegeten. Nou, mooi. En is Saap ook naar Duitsland gegaan? Nee, daar ben ik niet geweest. Gewoon in Marm. Oké. Nou, en het is wel koud, hè? Ja, het is zeker koud. Maar ja, het kan beter dan al die regen. Ja, het regent nog steeds. Ja. Maar komt een week wat kouder en ik hoop een beetje winter. Ja. En dan hebben we ook een beetje droger weer. Ja. Dit is ook niks. En waarom zijn jullie hier? Weet niet. We doen politie boefje volgens mij. Ik weet niet wat we doen. Nee, weet ik niet. Politie boefje? Ja. En jullie zijn boevenpolitie? Wij zijn politie. En wij zijn de boeven dan? Weet ik veel. Weg. Niet weten. Moeten wij helpen zoeken? Ja, best. Zullen we helpen zoeken, cameraman? Zullen we helpen zoeken? Ja. Kom, we gaan mee. We gaan ze ook zoeken. Ja. Kom. Ja. De beste van heel Nederland. Nee, hij heeft 2.500.000. Hij heeft al 100 views op zijn nieuwste video. Waar zijn jullie? Ja, locatie. Locatie. Waar zijn jullie? Nou, goed. Oké, we gaan wel zoeken. Hij hangt gewoon op. Ben erbij, hoe? Hebben jullie ook een speelveld of zo? Nee. Door de hele stad, zeg. We gaan daarheen, jongens. We gaan daarheen. Ik ben ook professionele hardloper, wisten jullie dat? Ja, maar ga eens rennen dan. Rustig iets tegen hem.
Wedstrijdje. Ja. Deal? Wat? Wedstrijdje, hardlopen. Abrennen. Ik heb wel een nieuwe patas aan. Ik heb wel een nieuwe patas aan. Ja, maar als... Tegen jou. Kijk, als hij... Ik ga geen geld betalen. Man. Voor een kauwgompje. Deal. Ja. Deal, voor een kauwgompje. Dat de ijsvat, hè? Oké. Okay. Dus moet cameraman ook mee gaan rennen. Ga je anders alvast bij de ijsvat thuis staan? Dan zie je ons wel aankomen rennen. Nee? Ja. 3, 2, 1. Oh shit, ik geluid af. Ik ga niet door het gras. Bah! Fotofinish. Ik denk jij, man. Ik hoop het. Maar ik ging niet door het gras, want ja. Ik ben moe. Ik ben professioneel hardlopen, maar ik moet hier wel even van bekomen. Kijk, deze fotofinish is, als we het herhalen, een slecht gefilmde actie geweest. Het is niet duidelijk te zien, maar we gaan ervan uit dat het jongetje gewonnen heeft, omdat Luc zijn Jordans niet vies wou. En ik ben de kerstman. En als jullie deze video niet liken, kom ik persoonlijk naar je huis en schrijf je op de stoute lijst. We gaan het interview wel afmaken, ook al ben ik helemaal kapot. We zijn nog niet klaar. We moeten helemaal opzoeken, hè? Oh ja, we gaan hun zoeken. Dat waren we aan het doen. Zoeken zijn vriendin, hè? Echt? Ja. We zoeken zijn vriendin, jongens, hoor ik net. Dan moeten we extra hard gaan rennen, jongens. Nee. Ja. Voor hun weg, ja. Nou, en gaat Saap ook op in de zomervakantie ook op vakantie? Ja, ik ga dit jaar naar gemoedelijk Gelderland. Zo. Oh. Nou, dat wordt wel mooi. Zeker. Nou, en nou, dat was het. Oh. Nou, bedankt voor het interview. Ja, nou. Tot ziens, hè? Ja, tot ziens. Hoi. Hey, we staan hier vandaag samen met Renk en Jacob. Renk en Jacob, hoe gaat het met jou? Goed, jongen, met jou? Wat doe je hier? Wat doe je hier? Ik ben onderweg naar de kapper. Oh, ik zie het. Ja, dat is nodig. Moeilijk, nodig, ja. Ja. Fijne feestdagen gehad. Ja, zeker. Jij? Ja, ook. Mooi. Ook. Mooi. Veel gegeten? Nee, valt mee. Nee? Ook voor het eerst. wat ga je nog doen? Nou, naar de kapper. Heb je vanavond ook, wat ga je vanavond nog plannen? Toevallig, weet ik dat misschien wel. ik ga naar scouting. Oh joh, ja. Meen je niet? Ja, nee. Oh, ik ga helaas niet. Oh. Dat is jammer. Ja, ik heb een feestje. Feestje gaat wel voor. Prioriteit stellen. Inderdaad, daarom ga ik niet naar scouting. Dat is zeker geen prioriteit voor mij. En verder? Verder wat? Nog iets wat je wil bespreken in dit mooie interview? Nee. Nee? Muts. Dankjewel, dankjewel. Sowieso. En favoriete sprookje? Ik denk Doornroosje. Waarom? ik weet niet welke dat is. Sneeuwwitje en Zevendaar? Ja, ik mooi. Ook mooi, ja. Sneeuwwitje ook mooi? Ja, nee, zeker. Mooie dame. Maar ik denk dat jij door moet, want je zit op de fiets. Ik moet zeker door, ja. Oké, okay, naar de kapper. Hey, succes. Ja, doei. Hoi. Hoi. Oeh, daar go. Zo mensen, sorry voor mijn buiten adem. Hij heeft mijn buiten adem. Hij ziet ze. Wat een brief. Karreman. Je moet hier achteraan, mensen. Ik weet niet eens hoe ze eruit zien, dus ik weet eigenlijk niet eens wat we zoeken. Zwarte jas? Ja? Zoek anders gaat TikTokken. Nee, dat hoeft niet. Ja. Waar zijn jullie? Hallo? Waar zijn jullie? Wat? Hey, bro, wat zit jij? Nu gaan we alleen eten. Hij zit, kameraman. Geprankt. Daar waren we net ook. Gaan we opsplitsen? Ja, maar we kunnen het doen. Gevaarlijk. Ja. Oké, Sven, met wie gaat Sven mee? Sven gaat wel met... Nee, wij gaan met z'n tweeën, jullie gaan met z'n... Oké, Doki is maar met hem, ja? Gisteren is ook wel een speeltuintje. Ja. Weet je wat ik bedoel? Zullen we daarheen rennen?
Rennen? Ja. Uit. Jij weet waar het heen is, ik niet. Welk speeltuintje eigenlijk? We kunnen hier wel best langs gaan. Ja. Gaan we rennen? Ja, we gaan wel rennen. Oh, mensen. Nee. Daar is een bel, Kom ook bij de hemel, daar kan je... We gaan altijd naar de hemel. Ja, precies. Ik weet nog wat twee kant eruit. Jij komt die kant, ik kom die kant. Ja. 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 Waar zijn jullie? Oké, maar... Zeg even. Als jullie opgeven. Maar ik kan... Nou, schiet op. Oké. Wij zijn bij het water met allemaal boten. Oké, kom. Waar is dat? De zeil. Ja. Daar, je kunt al niet meer aan doen. We moeten nu rennen, man. Ja. Oh. Erik, dit is toch een plek met veel bootjes. Erik? Zijn er bootjes? Ja, bootjes. Oh, dat is een keer. Dit is toch een plek met veel bootjes? Ja, dit zijn boten. Ja. Dit is echt een vies steegje, man. Ja. Hey! Okay, ik heb wel een beetje inspanning geleverd dit potje hoor. Mannen, wij gaan er weer vandoor denk ik. Oké. Bedankt. Doei hè. Oké, we zijn er vandaag samen met... Alessia. En Melissa. Haha. Hoe oud zijn jullie? Elf. En wat doen jullie hier? Ja, afspreken. En ik heb die uit van bronnen vernomen. Ik wou het er eigenlijk niet over gaan hebben. Niet maar... mijn chips op eten! Ja, man, wordt hier ook gevoeld. Geef geen chips! Yes. En wat doen jullie hier? We waren aan het afspreken en ik hoorde politie en boefje. Ja. Ja. Hebben we ook nog aan meegedaan, hè? Wat wel... Heb ik gehoord, ja. Nou, maar waar zaten jullie uiteindelijk? Bij het water en in de Scapino. En waar nog meer? In een steegje. Ja. Ik hoorde ook hele rare geluidjes via de telefoon, man. Hij was aan het bellen en ik hoorde rare geluidjes voorbij komen. Ik hoorde echt rare geluidjes voorbij komen. We gaan niet... Ja, ik wil het wel doen. Waar zijn jullie? Ja. Oké, okay, we moeten nog even wat... Nu werken jullie ook? Nee. Ja, misschien soms oppassen of zo. Ja, denk ik. Oppassen soms? Dat doe ik ook. Ja, gewoon vrienden van het of zo. Oh ja, ja. Ja. Cameraman, maak net meer bij. Hou even op. Dat is mijn chips. Ik heb daar 75 cent voor. 75 cent? Ja, heel duur. Nee, grapje. En we hadden het zo net. Want wie van jullie is nou het vriendinnetje van hem? We hadden het er net, hij had het er net over dat hij bruin haar wel sexy vond. En daar had ik het net met hem over. Wat? Donkerblond. Ja, donkerblond. Echt best. Ja. Hetzelfde. En wat vind jij dan knap aan hem? Want hij staat er nu bij, dus nu kan je het zeggen. Ja, weet ik niet. Gewoon... Weet ik niet, dat zei hij ook al. Ja, waarom heb je met hem genomen? Dat is een goede vraag. Waarom heb je met hem genomen? Gewoon omdat hij aardig is. Ja, ik weet niet. Dus ik goh, ik hem vind nog hem niet aardig en. Rode wacht in de broek. Ja. 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 Ja
voor jullie. Maar gebeurt er ook een kusje of een knuffeltje hier op camera? Kunnen we daar ruimte voor maken in de tijd? Nee. Ja? Nee. Ja, er is ruimte voor een knuffel in het programma, hoor ik net. Nee. Ja, doe ze wel, maar niet op camera. Doen wij onze ogen wel dicht? Nee. Staat toch op camera, dus we kunnen onze ogen wel dicht doen. We kunnen het ook wegdoen. Nou, dit is wel echt liefde, hoor. Dit is wel echt een liefde. Kusje dan? Nee. Nou, wat een liefde. Wat een liefde, het spaat er vanaf. Kusje, dat doet zij nog niet. Nee. Nee. Nou, dat is ook wat. Dat is ook wat, jongen. Dit is niet goed, hoor, dit. Waar komen jullie weg? Waar komen jullie weg? Nou, ik kom van mijn moeder. En dan van Ben. Nee, maar... De peppen van Johan. Van Johan. Dit is de peppen van Johan. Johan, dit is zo cringe, jongen. We moeten nog even de laatste vraag bedenken om dit interview af te sluiten. Laatste vraag. Een knuffel. Nee. Kom op, kom op. Nee. 1 euro. Hebben ze wat een knuffel, ja? Nee. Nee, niet hun. Hun toch? Nee, ze is lesbisch. Ja, doe even. Nee, ze zijn geen lesbisch. Vind ik wel. Ja, ga gewoon naar toe en doe. Ja, doe gewoon. Doe niet zo pussy. Niet zo pussy. Jij nog zeggen? Ja, Johan on top. Wie ben jij? Ik ben Johan. Johan. Josie, hoe oud ben jij? Nee. Ik heb nog een groot dilemma voor jullie. Weet jullie wat het dilemma is? Het dilemma is dat je moet kiezen tussen twee moeilijke dingen. Of voor altijd in hetzelfde bed slapen. Dan moeten jullie nog even zeggen dat ze moeten abonneren op mijn kanaal. Dan sluit het interview daar weer. Hoe heet je kanaal? Luc Houweling, jongen. Luc Houweling of zoiets? Houweling. Houweling. Abonneer op Luc Houweling's account of zoiets. Kanaal. Oh, kanaal. Ja, abonneer. En like mijn video's. En like mijn video's. Nee, niet doen. Ja, grapje, doen. Wel doen, wel doen.